Dinsdagochtend 10:30. In Hillegom worden de tasjes aan de kant gezet. Deze senioren zijn er helemaal klaar voor. Waar ze voor komen? Wij komen voor balletles. Ja, u heeft het goed verstaan. Deze krasse knarren krijgen balletles. Iedere dinsdagochtend zijn er bewegingslessen voor ouderen. En dat is geënt op ballet. En u bent de juf? Ik ben de juf. Een strenge juf? Nee, niet streng. Nee, ze zijn veel te lief. Komt-ie en... Ballet is goed voor ouderen. De bewegingen houden de spieren soepel. Dat hebben de dames ontdekt. Maar ook één heer. Ja, mijn kinderen die lachen zo groot. Hij op ballet, want ik ben 79, 80. Dus die lachen. Maar ja, ze vinden het wel leuk hoor. Oh, ballet, weet je wel. Als je het wel eens vertelt, wat doe je? Ja, ik bedoel, dit en dat. Nou ja, dan moet je het weer uitleggen. Zo. Maar dan lachen ze natuurlijk. Hè. Ja, ja. Ach ja, laat ze maar lachen. Het is hartstikke lekker, dat ballet. Drie kwartieren, heerlijk lekker zo. Lopende dansen en heel lekker, heerlijk. Maar zoals in elke groep is er altijd wel iemand die iets te klagen heeft. Dan denk ik, laten we nou een beetje vlugger. Ik heb niet zoveel geduld, zal ik maar zeggen. En dat moest je met sommige oefeningen wel helpen. Maar zij praat ook erg zacht. Ik vertaal haar ook niet goed hoor. Nee. Je doet eigenlijk maar wat. Ja. In het begin wilde het heel erg goed doen. En dan moet je draai maken. En dan vielen ze wel eens om. Nee, ik ben helemaal geen ballerine of zo. Nee, daar heb ik nooit over gepraktiseerd. Maar nou denk ik wel eens. Misschien had ik er het figuur voor, om het maar zo te zeggen. Als het kan, mag je meer vaart maken. Als het kan. Nieuwsgierige familie en vrienden zijn tijdens de lessen niet welkom. Maar daar is een oplossing voor bedacht. Heel goed. Wij hebben één keer is het met de kinderen. Doen we een optreden, het laatste. Ja, en wie denkt u dat er beter zijn dan? De kinderen. Echt waar? Ik denk het wel. Deze mevrouw is vastberaden elke dag thuis te oefenen. Maar dan vergeet ik het wel eens. Nou ben ik zo ver gekomen dat ik het in mijn agenda zet. En waar doet u het dan? In de keuken, zou ik maar zeggen. Al die oefeningen die ik nou net stond te doen. Ik noem maar wat. Dat doet u dan weer wel? Hè? Dat. Anders had ik hier echt niet meer gestaan hoor.